gaan we vandaag maken, Femke? Toontjes van boterhammen. Toontjes van boterhammen om mee naar school te nemen. Want de school is terug begonnen. Hoe was je eerste dag, Femke? Saai en leuk. Saai en leuk, oké. Okay. Ideale combinatie. Tot zo! We gaan vandaag twee verschillende maken. Ja, en je kunt er natuurlijk dingen in doen die je zelf wilt. Maar de dingen die wij dus hebben is... sla. Komkommer. Ham. Boerenham. Dan hebben we nog kleine snoeppaprikaatjes. Allemaal klein gesneden. Femke al goed voorbereid. Tomaatjes, die doen wij er niet tussen, want dan wordt het zo'n beetje vochtig allemaal. Gewoon erbij in de boterhammendoos. Hummus. En stokjes, tandenstokkertjes. Jij gaat voor jou eentje maken met hummus, denk ik. Ja. En ik ga voor Laurie, de kleinste, met de boerham maken, want zij is niet zo voor de hummus. Het is eigenlijk super simpel om te maken. Ze kunnen het eventueel ook zelf, want ze kunnen er gewoon tussen doen wat ze lekker vinden. Het leuke is, het ziet zoveel smakelijker uit. Het is zoveel grappiger eigenlijk dan een gewone boterham. Dus wedden dat ze opeens heel goed gaan eten. Oké, dus deze zijn een soort van half vierkantjes. En die van Laurie dan zijn rond. Ja, dus. Je pakt de eerste boterham eraf. En daar doe je op wat je wil. Wat je wil. Dit is een mes. Eet de test na even de hummus. Ik heb ondertussen al een laagje boerenham erop gedaan. En ik kies nu voor een salaatje. Maak dit ook best niet te vroeg, want dan is het de dag erna niet meer zo lekker en vers. Dan ga ik voor een komkommertje. En twee verschillende kleuren paprika. Voor het een beetje feestelijk laten uitzien. Dan doe ik wat sla. Ik ga ondertussen de tweede laag erop doen, een beetje aanduwen. En dan begin ik gewoon weer opnieuw. Ik pak ook wat komkommer. Niet te veel, hè? Grapje. En ik pak wit paprika. Wie heeft die komkommer zo perfect gesneden? Wow! Jij doet dat vaker, denk ik. Ja, ja. Dus dan begin ik ook aan het tweede laagje. Dit wordt moeilijk. Ik heb jou ingehaald. Ja, dat maakt me niet uit. Oei, ik heb een stukje over. Maar hoe zit jij zo snel? Ik zit pas aan mijn tweede laag. Ervaring, Femke. Ervaring. Ik heb dat niet op. Een oranje paprika. En zo doe je dus eigenlijk wat je wilt telkens bij. Elk ja. Laag. Ik zit al op de laatste laag. Ik heb hem een beetje geplet. Dan neem ik een stokje. Vertel altijd tegen je kind dat er een stokje in zit. Anders kunnen er wel eens nare dingen gebeuren. En dan krijg je eigenlijk dit. Mm. Nou, wees eerlijk, dat ziet er toch super heerlijk uit. Een gezonde hamburger. Ja, goed zo. Een gezonde hamburger. Wat vindt Avo Knuffel ervan? Ja, het is goedgekeurd. Zo, die zetten we al klaar. Ik ben ook bij mijn laatste. Op een mooi schoteltje. Gaat mijn hummus, gaat mijn hele boterham ook. Hummus. Ik ga niet mis. Mis alle komkommers die hier eruit. Sloy? Gaat daar niet. Maar goed dat jij zo'n grote mond hebt, want anders zou het er allemaal niet in één keer in gaan, hè? Ja.
We hebben gekozen voor speld, quinoa brood, sorry. Het is al laat. Quinoa brood, dat is eigenlijk heel licht van textuur, waardoor het niet te apart is voor kinderen. En ze het goed eten. Dus weer allemaal gezonde dingetjes. Ik heb er twee van jou als je wil. Zo. Drie nog. Drie stokjes voor jou. Oké. Drie stokjes. Kijk eens hoe lekker dat uitziet. Super. Nee, je mag het nu nog niet opeten. Het is vanmorgen. Hop. En zo hebben wij ongeveer binnen de 5 minuten, als het niet sneller was, 2 heerlijke boterhammen torentjes gemaakt. Laat smaken. Doei. Doei. Zie hier het resultaat. Even liken en abonneren. Bedankt voor het kijken. Doei doei.